Toon, de champagnekurken gaan er nog ploppen vanavond? Ja, dat was wel de bedoeling. Ja, wordt er iets gedaan? Staat familie voor je klaar? Iets leuks? Ja, we gaan een taartje eten zo. Ze komen zo meteen met vla, dus... Maar het leven lijkt nu helemaal weer open voor je te staan. Ja, dat valt toch best wel tegen. Ja, wat valt er tegen dan? Ja, het is gewoon het buiten zijn op zich en mensen die je raar aankijken en allemaal dat soort dingen. Ja, want je bent al een aantal weken vrij. Hoe ervaar je dat? Ja, gevangen in de vrijheid in principe. Ik ben vandaag niet naar de rechtbank gegaan omdat ik bedreigd werd. En ik zeg al, gevangen in de vrijheid. Want menig mensen zullen toch nog denken dat waar rook is, dat er ook vuur is. Ben je bang voor je leven? Bang ben ik nergens voor. Alleen, je krijgt maar één kans hè, als het voorbij is. Laat ik het zo maar zeggen. Loop je met ogen in je achterhoofd rond? Ja, soms wel. Soms wel. En op wat voor manier hou je daar af en toe rekening mee? Wat doe je niet meer? Ja, wat doe ik niet meer? Ik kan misschien beter uitleggen wat ik nog wel doe. Dan ben ik misschien maar even sneller klaar. Ja, het enige wat ik doe is dingen die nodig zijn. En verder probeer ik me een beetje zoveel mogelijk teruggetrokken te houden. Adres onbekend? Ja. Want ja. Op dit moment is iemand een feesttaart halen. Maar dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Nee, die moet daar op. Dus als je wil kan je een stukje pakken. Maar die heeft daar wel wat extra, die heeft een kogelvrij vest aan voor de zekerheid. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Want alles in jouw omgeving is niet veilig? Ja. Ja. Het ergste is meestal als er andere mensen bij aanwezig zijn. Hè. Als die meestal pakken ongedopte, die krijgen het verhaal thuis, laat ik het zo maar zeggen. Maar waarop is die argwaan gebaseerd? Ja, dat is gebaseerd op een hele hoop dingen. Dat is te veel om uit te leggen misschien. Maar menigeen zal toch denken van justitie zat toch goed. En ik weet niet hoe de familie van Hans er tegenover staat ook. Dus. Maar zijn er serieuze aanwijzingen dat jouw leven niet veilig is? Ik heb daar serieuze afgelopen weekend nog serieuze dingen van gehoord. Dat er schijnbaar mensen getracht zijn te zoeken om bij een definitieve vrijspraak ons te liquideren voor het gerechtshof. En dat is ook de reden dat ik niet geweest ben. Van oorspronkelijk verdachten van honderden hennepkwekerijen, wilde moordpartij op de A73. Tot een vrij man met 75 wietplantjes. Want daarvoor was wel nog een veroordeling. 72. Ja, daar heb ik 1000 euro boete voor gehad. Als ik het even goed zeg, zo uit mijn hoofd. En ik heb in principe 3 jaar en 3 maanden voor Jan met de korte achternaam gezeten nu. En van die duizenden wietkwekerijen of wietplanten waar ze het over hadden, ik weet het allemaal niet meer precies allemaal, maar daar zijn er uiteindelijk 72 van overgebleven die eigenlijk niet van me waren. Maar ja goed, die stonden wel in een ding wat op mijn naam stond. Nou ja, als iemand met jouw auto door de stoplicht rijdt, krijg je de bekeuring thuis. En die heb ik nu gehad, 1000 euro. Ik kan me voorstellen, 3 jaar voor niks vastzitten, ja. Dat roept iets op van tegemoetkoming. Komt die er? Nee, ja, wat moet ik daaraan doen? De tijd is niet terug te draaien, hoe je het ook bent of keert. Dus. Nog een advocaat inschakelen van de tegemoetkoming opeisen? Als dat het terzijde tijd van toepassing mocht zijn, dan zal ik dat zeker doen. Maar ik weet niet of dat haalbaar is. Wat voelt u nou trouwens? Want u bent vrij, maar ook weer niet. Ja, vrij met een dikke jas aan. Zo kunt zien. Dus ik zeg al, waar ik ga moet ik achter me kijken. En ja, net als met mijn kind in de auto en zo is het ook moeilijk allemaal. Dus. En we proberen het leven maar weer op te pakken. En ik ben blij dat het recht gezegevierd heb. En dat er toch nog rechters in het land zijn die wel hun rug recht durven te houden. Gewoon die objectief naar een zaak kijken en zeggen, nou als er bewijs is, dan is er bewijs. En als er geen bewijs is, dan is er geen bewijs. En hoe de rest er dan ook over denkt, of de pers ook schrijft of wat ze ook doen. Daar is een rechter ook voor aangesteld en dat hebben ze nou maar weer eens bewezen. Hoe dat in zijn werk moet gaan. En zo hoort het ook. Wat hoopt u voor de toekomst? Hoe ziet u het voor zich? Ja, dat is afwachten. Dat is afwachten. Geen enkel beeld, wens? Nee, ik heb maar één wens, rust.